Op de stip, Job Cohen en Geert Wilders. Meneer Wilders, u mag beginnen. De stelling is juist, want meer islam betekent minder vrijheid en minder tolerantie. Vrouwen die worden lastiggevallen en onderdrukt. Homoseksuelen die worden uitgescholden en in elkaar geslagen. Hele wijken in zoveel steden in Nederland die worden geterroriseerd door Marokkaanse criminelen. En het wordt alleen maar erger, want de massa-immigratie gaat maar door. Het is, zoals Pim Fortuyn zei, de import van een achterlijke cultuur. En waarom blijven we dat doen? Waarom? Heel veel Nederlanders durven die vraag niet meer hardop te stellen door mensen zoals u, meneer Cohen, omdat u ze betitelt als dom, als racistisch of als een gevaar voor de rechtsstaat. Maar u bent degene die buigt voor de islam. Ik zal dat nooit doen. Ik zal altijd met rechte rug, met trots en met opgeheven hoofd opkomen voor al die mensen die willen dat onze cultuur en ons land blijft zoals het is.